De zon is net op. We zijn ons aan het voorbereiden op het begin van onze trektocht. Daar ligt ons huisdier nog. Dit is onze luxe tent. En Ingeborg is nog even aan het opruimen. Nee. En dan beginnen we straks aan onze trektocht. We hebben gisteren de boel uitgezocht waar we moeten beginnen, waar ik de auto kan laten. En het wordt wel zwaar vandaag. Het wordt heel warm. Is daar allemaal... We zijn vroeg opgestaan en dat blijft de rest van de dag vroeg. Dag 1. 9 uur. Porta. Hier begint onze trektocht van, ik weet niet hoe lang. De planning is 8 dagen, maar... Let's go. Let's go. En het idee is om nu eigenlijk de route af te maken. En dat is 8 dagen naar Berga in Spanje. Maar ik weet niet of we het helemaal afmaken. Maar Spanje bereiken we zeker vandaag al. Inshallah. Nou, het valt mee. Berga is nog 126 kilometer. We zijn er bijna. We zijn vroeg opgestaan, om 7 uur, voor zonsopgang. Eigenlijk om vooral vroeg te kunnen lopen, want het is nu 9 uur. En we moeten vandaag 1000 meter stijgen, dat is best wel veel. En de weersverwachting is dat het 26 graden wordt. Dus dat is eigenlijk niet te doen. Dus we zijn om 9 uur vertrokken, het is nog lekker fris. Dus dat we het stijgen eigenlijk voor de middag gehad hebben. Maar ja, dan wordt het nog wel zwaar. 1000 meter stijgen op de eerste dag. Dat is best wel heftig. We zijn inmiddels een uur onderweg. We hebben 200 meter gestegen. Van de 1000. Ja, de kop is eraf. Het is altijd een beetje onwennig, die eerste uren. Je weet alleen maar dat je heel moe gaat worden. Je weet niet precies wat je mee gaat maken. Het is altijd een beetje wennen, totdat je in het ritme bent. Ja. Maar tot nu toe is het heel erg mooi. Het loopt niet slecht. De zon staat nog niet al te hoog aan de hemel. Nee, het gaat eigenlijk prima. We naderen nu een plek die voor mij wel betekenisvol is. Daar ben ik 8 jaar geleden gestopt. Ik ben omgekeerd. En vanaf daar wordt het pad ook nieuw voor mij. Dus dat is jouw illegale halve kilo? Een van de illegale halve kilo. Je had nog niet genoeg gewicht, 18 nee. kilo of zo? Nee, 19. Ik denk 19 kilo? Ja. Ik denk dat het nog wel meer is. Ik denk dat het uiteindelijk wel 20 was. Dus er moet gauw weer uit. Dus kan je zeggen? Ja, het thema van deze trektocht is herfst en het equinox. Het is nu rond 21 september. En, het thema is eigenlijk balans en oogst. En balans is redelijk betekenisvol op deze trektocht. Want ik zit nu dus op het punt waar ik 8 jaar geleden ook zat. Toen had ik 7 dagen gelopen. En hier ben ik omgekeerd. Toen heb ik nog 2 dagen gelopen. Maar dit was de helft van de hele route. De Franse helft. Vanmiddag, over een paar uur, gaan we de grens over met Spanje en Andorra. En dan begint de Spaanse helft ook ongeveer 7-8 dagen. Vandaar. Het landschap wordt alpiner. En we hebben 500 meter gestegen en 500 meter te gaan. We zijn op 2100 meter nu. We moeten nog 400 meter stijgen en dan zijn we bij de pas. Dan moeten we nog uren lopen, maar dat is het zwaarste wel gehad. En dit is onze lunchpauze. En, ik moet zeggen, het landschap is geweldig. Het weer is goed. De rugzak is wel een beetje zwaar, maar
Nou, volgens mij gaat het wel goed. Prachtig hier. Ja, dit is waarschijnlijk een van de zwaarste stukken van de hele trektocht. We hebben best wel last van de hoogte inmiddels, tenminste ik wel, een beetje buiten adem. Ik zit op bijna 2300 meter, ik moet nog 200 meter omhoog. Tot de pas. Het valt wel mee met de hitte trouwens. Het is, de zon is redelijk genadig. Maar ja, het is wel even zwaar. De laatste loodjes naar de pas. Daar is de pas. Ik zie al een paaltje staan, nog een meter of 50. Ja, welkom in Andorra! We zijn er pas over, maar we hebben zoveel tijd verloren en het wordt laat, het wordt koud, onze energie is op, we zijn moe. Het zit allemaal de zwaarte wel een beetje tegen. Dus we maken het ietsje korter, over ongeveer, ik schat een half uur of zo, dan zijn we bij een schuilhut en een riviertje. Daar gaan we kijken of we daar kunnen overnachten. En dan passen we de planning gewoon aan. Ik weet niet of het een naam heeft, maar het is niet echt uit ons geplande eindpunt. Maar dit is wel waar we gaan overnachten. Gezelschap van koeien. Dus gevonden en het weer ziet een beetje, ik vertrouw het weer niet helemaal, dus we hebben besloten om gewoon hier te blijven, hier te overnachten. Het is een beetje een soort tombe waar we zijn, waarschijnlijk slaapt de herder hier normaal, maar nou, voor een nachtje, als je niet al te veel rondkijkt naar alles wat aan het plafond hangt en in de hoeken ligt, zouden we wel moeten kunnen redden. Dit was dag 1. Ik weet nog steeds niet hoe het hier heet, maar we hebben de plannen inmiddels bijgesteld. We hadden iets verder moeten zijn dan dit, maar dat redden we gewoon niet. Nog verder, stiefvader. Dus de eerste twee dagen die waren eigenlijk heel erg zwaar volgens de planning. En die splitsen we nou, maken we nu 3 dagen van. Dat betekent dat we morgen ergens in het wild iets een bivakplekje moeten zoeken. En de dag daarna zijn we op een camping. En de dag daarna nemen we gewoon de route weer op, dus dan camping, ja. Maar voorlopig zitten we hier nog eigenlijk best wel in de wilde Pyreneeën. We hebben vandaag helemaal niemand gezien en ik denk dat we morgen ook helemaal niemand zien. Alleen maar koeien en paarden. Ja. En dan overmorgen dan komen we weer een stukje beschaving. Maar het is nou opeens wel weer eventjes heel erg fijn. Ja. Ja. Zitten we nou in Andorra of in Spanje? Spanje. Olé! En voor het geval iemand zich afvraagt waarom ik net heet met een aanlampje op mijn hoofd zat in de zon. Het komt omdat het in onze graftombe waar we slapen stikdonker is, dus ik had mijn lampje vergeten uit te doen. Denk je nou echt dat dat iemand opvalt? Nu wel. Ja. Oh. Filmpje stond niet aan. Nou, dan herhaal ik het nog een keer. Dus dit is een experiment. Dit is chicken enchilada. Die hebben we nog nooit gegeten. En die heb ik vorige week meegenomen uit Amerika, toen ik een weekje in Amerika was. Let's eat. Het ruikt lekker, maar het is wel zo dat het er eigenlijk net als al het andere gewoon als hondenkots uitziet. Eet smakelijk. Dag 2. De dans van de gekke koeien is voorbij en ik kruip als een soort hergeboorte kruip ik naar buiten. Oh. Oké.
buiten nog erg onaangenaam, dus we... Ik zet het buiten nog erg onaangenaam. Ik heb hier mijn molen lopen. Het is een bergvorm op die onderwaard. Ik even binnen. Kut, kut, kut. Het spuit er nog erg onaangenaam. Dus we hebben onze ontbijt maar binnen. Nee, ik trakteer mezelf maar eens op troostprijs expeditie ontbijt. Nou, maar het wordt al een beetje licht. Het is 9 uur en we verlaten dit plateautje. Het is koud, het regent. En, ja, ik voel mijn spieren wel. Gisteren 1000 meter gestegen, 500 meter gedaald. En, het is een beetje te heftig gisteren. Vandaag een wat kortere dag, maar ik weet niet precies waar we eindigen. We eindigen op. We zijn gisteren voortijdig gestopt, dus weinig ons einddoel van vandaag ook niet. Dus we moeten ergens wild maar kamperen. Nou ja, maar even zien hoe het gaat. Voorlopig zijn we op weg en dalen we verder af dat dal in. Geen close-ups. We dalen af door een regenachtig, beetje kil bos. Ja, Spanje, 10 graden regenachtig. Jippie! Maar eigenlijk vind ik, bevalt me dit wel. Het is beter dan gisteren in de hitte die pas omhoog stijgen. En een dagje, ja, het zou eigenlijk één dagje zo moeten zijn en nou wordt het weer droger. Dus het loopt eigenlijk heel prettig nu. Ja, daar zitten we dan weer als... Jozef en Maria. het regent en het hutje dat bestaat niet wat wij wilden zoeken eigenlijk. En de afstanden zijn veel langer dan er in het boekje beschreven staat. Dus we hebben een klein beetje probleempjes. En we zitten nu verstopt in een hazelwood, een hazelaarsbosje uit de wind. En, daar zit wel een boerderijtje, maar daar dan gaan we niet echt... Ik weet niet wat het er is. Dus rust hier even en dan lopen we gewoon weer een paar uur verder. En, een paar uur. Lekker dat hoesje, stiefvader. Ja. Ja, ga je opzij dan, Lucie. Goed zo, doe maar. Lunch. En ik weet nooit of ik nou blij moet zijn, of moet lachen of moet huilen als ik de laatste hardcake met leverpastei zie. Van jou. Nou, het is in ieder geval wat warmer geworden. Het regende wel steeds. Ja, maar onder de bomen is het droog. Ja, maar ja, het is niet anders. En, volgens mij vermaken we ons wel relatief, toch? Ja. Heel goed, een turnen was er volgens mij niet op school. We hebben een acceptabele plek gevonden voor het bivak. Het is op een oud bosweggetje. En hieronder loopt ergens een beekje. En daar ginds is het pad en dan kan ik bij het beekje komen. Dus we hebben water. Een vlak plekje waar hopelijk niemand komt. Dus dit is ons noodbivak voor deze avond. Deze nacht. Nou, voor mij is het een goede plek. En dan nu het verheugelijke moment. Ja. Oh ja. Een napje. Er staat op Alberta Wodka, maar het is Johnny Walker Black Label. Ook goed. Drank is drank. Drank is drank. Happy hour. Happy hour. Nou, op de... Ja. Tocht. Dat toch het liefste. Proost. Kou van je. Ja, zeg schat. Ja, liefste. Ik begin te begrijpen waarom jouw rugzak 20 kilo is. Oh ja, ik snap er echt helemaal niks van hoor.